Vandaag een antwoord op de vraag van Hemmin. Hemmin wil graag afvallen en ze is dan ook al een tijdje haar calorieinname aan het bijhouden. Omdat ze ervoor wil zorgen dat ze elke dag een calorietekort in haar lijf veroorzaakt. En ja, dan moet ze wel een beeld krijgen van hoeveel calorieën ze eigenlijk binnenkrijgt. Sindsdien heeft Hemmin de vetrijke en daardoor, want vetten bezitten nogal veel calorieën, de vetrijke voedingsmiddelen zoals boter, zoals olie, welke ze eerder gebruikte, heeft ze behoorlijk uit haar eetpatroon verbannen om maar zo laag mogelijk uit te komen in calorieën elke dag. Dit maakt echter wel dat ze het lijnen, het calorie beperken met de wens gewichtsafname nogal moeizaam volhoudt. Want ja, wanneer hou je het moeizaam vol? Een bepaald eetpatroon met een laag caloriegehalte wanneer je voortdurend honger hebt. Sinds Hemmin deze aanpak heeft haar calorieinname beperkt en vooral ook de vetrijke onderdelen van haar eerdere voeding uit haar eetpatroon heeft verbannen, heeft ze enorm veel honger. En dit maakt dat ze het moeilijk vol te houden vindt. Nou, Hemmin heeft dus gelezen dat vetten een bijdrage leveren aan het behoud, het langdurig ervaren van verzadiging. En omdat ze nu voortdurend honger heeft, vermoedt ze dat het weglaten van de vetrijke voeding uit haar eetpatroon nogal onverstandig was met betrekking tot, ja, ze wil geen honger hebben. Dat wil ze voorkomen, waar dus vetten een rol in spelen. Dus is Hemmin maar weer wat vettigheid in de vorm van olie klein beetje aan haar maaltijden gaan toevoegen. Wat ze eerder behoorlijk echt eruit had gegooid. Ze had verwacht dat hierdoor ze wel weer wat minder honger zou hebben, wat langer verzadigd zou zijn. Maar nee, dat is nog niet zozeer aan de orde sinds ze dit doet. Dus de vraag van Hemmin is, hoe kan het dat waar ik honger kreeg toen ik mijn calorieën ging beperken, mijn vetinname met name ook ging beperken, deze honger niet minder werd toen ik weer wat vettigheid in de vorm van olie ben gaan toevoegen. Hoe kan dit? Nou, Hemmin, we moeten het gaan hebben over verzadiging, wanneer je dit zult ervaren en welke rol vetten daarin spelen. Verzadiging zul je ervaren wanneer het verzadigingscentrum in jouw hersenen regelmatig informatie ontvangt vanuit de signalen welke het ontvangt door signaalstoffen, hormonen, met eetlustbeperkende eigenschappen. Dit soort hormonen worden anorexigenen genoemd. En wanneer je het verzadigingscentrum in jouw hersenen maar zo min mogelijk informatie ontvangt gedurende de dag van orexigenen. Dat zijn namelijk hormonen, signaalstoffen, welke informatie overbrengen naar je hersenen, het verzadigingscentrum in jouw hersenen, waaruit een hogere eetlust voortkomt. Ja, en dan heb je honger. Eetlustverhogende hormonen worden afgegeven in jouw lijf en kunnen dus ook dat verzadigingscentrum in jouw hersenen gaan prikkelen, informatie verschaffen met honger tot gevolg, wanneer weinig druk staat op de wand van jouw maag, onvoldoende vulling heeft. Dan worden eetlustverhogende hormonen afgegeven. Eetlustbeperkende hormonen worden afgegeven door kliercellen in jouw darmen. Om verschillende redenen. Drukverhoging in jouw darmen doet de afgifte van een anorexigeen, een eetlustremmend hormoon, stimuleren. Maar ook de aanwezigheid, het aanbelanden van goed verteerde, dat is wel een voorwaarde, eiwitten in jouw darmen doet de afgifte van een anorexigeen, een eetlustremmend hormoon, stimuleren. En, let op,
De aanwezigheid van vetten in jouw darmen doet de afgifte van nog een anorexigeen, CCK, stimuleren, een eetlustremmend hormoon. Dus ja, hetgeen je hebt gelezen dat vetten van invloed zijn op verzadiging is om twee redenen. Vetten vertragen de maaglediging, dus op het moment, en dat is wel een voorwaarde, dat er iets in jouw maag is beland wat jouw maagwand wel doet, voldoende doet oprekken, waardoor de afgifte van het orexigeen ghreline stopt. Ja, dat kan gerekt worden, die het wederom gaan afgeven van ghreline met de honger tot gevolg, wanneer ook vetten bij die inhoud van jouw maag aanwezig zijn die die maagwand doet oprekken. Maar ja, de aanwezigheid van vet in jouw voeding, maar geen voeding in jouw maag die zorgt voor de sluiting van de sluitspier onderaan je maag of die zorgt voor oprekking van je maagwand, ja, dan heb je alsnog wel honger. Want ja, dan heeft het geen nut. Ook is het zo dat de aanwezigheid van vet in jouw voeding en het aanbelanden daarvan in jouw darmen, wat dus in theorie, mits de informatieverwerking in jouw darmen goed verloopt, kan leiden tot de afgifte van het hormoon CCK, wat dus een eetlustremmend hormoon is. Dat kan uitblijven, ook al heb jij, en dat merk jij dus, weer vetten toegevoegd aan jouw maaltijden. De afgifte van dit hormoon en dus ook het ervaren van verzadiging. Wanneer de informatieverwerking in de kliercellen van jouw darmen niet goed verloopt. Nou, wanneer zou dat niet goed verlopen? Nou, dat is onder andere wanneer de beschermlaag van jouw darmen niet in al te beste conditie verkeert. En essentiële vetzuren, dus niet zomaar alle vetten, maar vetten met essentiële vetzuren, dat zijn de vetzuren omega 3 en 6. Deze moeten dan wel intact zijn, dus de bronnen van die vetzuren moeten niet allerhande verhittings- en bewerkingsprocessen, raffinageprocessen hebben ondergaan. Enkel het belanden van, of de aanwezigheid van die vetten, die omega 3 en 6 vetten, doet bijdragen aan een betere vorming, werking van weefselhormonen. En weefselhormonen die gaan over de afgifte van slijmstoffen in jouw spijsverteringskanaal, slijmstoffen die jouw darmwand doen beschermen en die dus voor een betere conditie van jouw darmwand met een betere werking van de zenuwcellen al daar en dus ook een betere afgifte van die anorexigenen al daar doet bewerkstelligen. Dit betekent dat als jij vetten in jouw voeding aanwezig hebt, maar dit niet de intacte omega 3 en 6 vetzuren betreffen, dat dan de beschermlaag van jouw darmen niet zozeer in goede conditie gehouden kan worden en dus niet in goede conditie hoeft te zijn, waardoor ook al belanden er vetten in jouw darmen met regelmaat nu weer en doet dat de afgifte van het anorexigeen CCK stimuleren, ja, die kliercellen en die informatieoverdracht van hey, er zijn vetten hier, dat zal niet zo goed plaatsvinden op het moment dat je darmwand in slechte conditie verkeert door tekorten in die essentiële vetzuren, omega 3 en 6 vetzuren in je voeding. Ook zal de doorbloeding van jouw darmkanaal en dus de cellen al daar en uiteindelijk de werking van de cellen al daar, want ja, die hebben toch wel vocht en voedingsstoffen nodig om energie te verkrijgen. En enkel wanneer zij energie hebben, kunnen zij hun taak uitvoeren zoals dat darmhormoon afgeven. Dat zal verslechteren wanneer er in algehele zin een slechte voedingstoestand heerst in jouw lijf. Dus dat doet vermoeden, Hermien, omdat jij geen verzadiging ervaart, ook al heb je nu wat vetten toegevoegd aan jouw eetpatroon, dat jouw caloriebeperkte eetpatroon tekorten in algehele zin vertoont in wat essentiële voedingsstoffen die een goede voedingstoestand in je lijf helpen garanderen. Waardoor dus de doorbloeding van je darmen niet zo goed verloopt en daardoor die afgifte van anorexigenen ook niet. En of dat jij vetten wel hebt toegevoegd weer aan je eetpatroon, maar dat het niet de essentiële vetzuren betreffen. En ook dan hoeft je darmwand niet in al te beste conditie te verkeren en kan dus de afgifte van dit soort hormonen verslechteren.